Ik wil eigenlijk jullie wat vertellen. En ik ga ook geen intro doen. Ik ga gewoon straight to the point. Jullie kunnen elke vraag dan ook, maar geen funzige vragen of een beetje schuine, rare vragen, weet je wel. Van die hele schuine vragen. Weet je wat dat zijn, Roby? Van die hele schuine, ja. Van die vieze vragen. Van die vieze vragen. Die funzige, schuine vragen, ja. Funzige, schuine vragen. En wij gaan die beantwoorden voor jullie in de Vraagje Raak Show. Dat is een show, dat is eigenlijk een die al een tijdje is gestopt. Maar we hebben eigenlijk nog helemaal niks opgenomen. We willen jullie vragen om zoveel mogelijk vragen te bedenken. Die je ons wil stellen, Roby en mij vooral. Of gewoon iets vragen over mijn YouTube. Of over Roby misschien. Of over hoe leuk we het hebben in Disneyland. Want we zijn in Disneyland op het moment dat we de video's gaan opnemen voor de Vraagje Raak Show. We doen dat natuurlijk niet op het midden van het park. Gewoon op de middenstip. We doen het gewoon lekker op ons gemak in het hotel. Dus mensen, vraag hieronder in de comments. Deel de video ook dat je andere mensen gunt om even wat te vragen aan ons. Wij beantwoorden in een aantal video's die er op het kanaal komen. De vragenreactie, zoek het even op mijn kanaal. Onderin staat een linkje met de playlist. En dan kan je gewoon kijken naar de video's. En wij pikken gewoon een aantal vragen uit de ongeveer de laatste 5-6 afleveringen van de show. En Roy, wat is een hele goede vraag? Ja, vind ik ook. Zou ik inderdaad wel over twijfelen. Maar ja, mensen, bedenk maar wat. Je hebt zoveel vragen. Dus nu is je kans om onderin de comments even wat te zetten. En dan zien we jou in Disneyland in het hotel. En dan gaan we jouw vraag beantwoorden op een leuke manier in een video. Fantastisch. Roby is er ook bij, hè? Ja, ik ben er ook. Ja, ik sleep je gewoon mee. Doei.